Elke dag wakker worden met het geluid van de golven en dit uitzicht. Zo is het leven voor de 81-jarige Mauro Morandi. Zo'n 30 jaar geleden kwam hij hier per toeval terecht tijdens een zeiltocht. Zijn boot ging onderweg kapot en hij strandde op Budelli, een klein Italiaans eiland. Mauro was meteen verliefd op het strand, de zee en de rotsen. Hij wilde blijven. En gelukkig voor hem kon dat, want er was op het eiland een nieuwe bewaker nodig om het er netjes te houden. Ma non mi manca niente, di là che cosa mi deve mancare? Meno cose ti servono, più sei felice, stai bene. Eten wordt gebracht met de boot. En met een zelfontwikkeld zonne-energiesysteem wekt hij elektriciteit op om zijn mobiel op te laden. Mauro heeft sinds een aantal jaren zelfs een Insta-pagina waarop hij van alles over zijn eiland deelt. Deze week plaatste Mauro een video met slecht nieuws. 21 anni che lotto continuamente contro chi mi vuole mandare via. Ora mi sono veramente rotto le scatole, perciò me ne vado. Spero che Budelli la manteniate come l'ho mantenuta io finora. Het eiland heeft een nieuwe eigenaar en daarom moet Mauro hier weg. Hij verhuist naar een ander eiland, waar hij in een appartement gaat wonen.